Life coaching. Is dat oppervlakkig? Life coaching wordt vaak voorgesteld en geïnterpreteerd als de beste versie worden van jezelf. Is dat oppervlakkig? Jazeker. Toch als je daaronder verstaat dat je een lichaam als een god wil bekomen, alleen maar succes uitstraalt en elke week post op social media welke boeken je allemaal hebt gelezen. Dat is even hol en oppervlakkig als beweren dat arm zijn en het hebben van overgewicht het gevolg is van een gebrek aan karakter. Het is onmenselijk, eenzijdig, ongeïnformeerd, egocentrisch en het berooft ons van elke wezenlijke betekenis. Maar ja, heb je kritiek, dan wordt het gezien als negativiteit en je zou het hen die dit toch nastreven niet gunnen. Is er eigenlijk een alternatief? Jawel, dat is er zeker. Er bestaat ook zoiets als de nobelste versie worden van jezelf. Zelf groeien in harmonie met je omgeving. Opkomen en zelf strijden voor anderen, ook haal jij daar niet echt voordeel uit. Elkaar geluk gunnen, niet altijd positief hoeven te zijn, maar wel de vrijheid op meningsuiting aanvaarden. De wereld proberen net dat ietsje mooier achter te laten dan jij hem hebt aangetroffen. Dat zijn volgens mij allemaal voorbeelden wat ik versta onder streven naar de nobelste versie worden van jezelf. Hiervoor zijn deugden nodig. Deugden zijn eigenschappen die moeite kosten om na te leven, vaak wel inspireren en leiden tot zowel persoonlijke, maar ook collectieve grootsheid. Voorbeelden van deze deugden zijn bescheiden en nederig zijn, zelfbeheersing aan de dag kunnen leggen en onbaatzuchtige dingen kunnen doen. Probleem hiermee? Je scoort er niet zo goed mee op social media. Je kan ze namelijk niet echt vastleggen op foto, welke je filter je ook gebruikt. Ik pak deze zaken wel allemaal mee in mijn coaching. Coaching die ik weliswaar alleen aan ondernemers aanbied. Net die doelgroep, juist omdat zij denken gelukkig te worden als ze nog een grotere auto, een nog groter zwembad, een groter formaat van boot of villa hebben dan hun buurman. Net zij voelen vaak dat er toch meer moet zijn. Voor hen bied ik mijn Live the Life You Want programma aan. Zit jij in dit schuitje? Boek dan gratis een connection call met mij. We bekijken waar dat je tegenaan loopt en welke mogelijkheden ik zie om jou te helpen. Tot snel. Bye. Vond je dit nu interessant? Bekijk dan een volgende video of abonneer je op dit kanaal.